hebben we weer een beller. Zeg maar, met Pascal. Hi Pascal, Rizanne hier. Ik was laatst eens in de supermarkt en toen gingen ze omroepen dat de winkel ging sluiten. En toen raakte ik echt super erg in paniek. Maar even serieus, ik werk daar gewoon, dus hoe dan? Maar ik ben dus super bang dat ik tijdens mijn examen ook zo'n serieus heftige paniekaanval krijg. Hoe kan ik dit voorkomen? Rizanne, joh, echt balen. En ik weet echt precies wat je bedoelt, want ik had er zelf ook wel last van. Hè, paniekaanvallen. Hartstikke vervelend. Het kwam bij mij door mijn vriendin. Die woont een soort van in het buitenland. Nou ja, niet echt buitenland, maar ze werkte bij mij in het Chinese restaurant in Trutjeshoek, gemeente Oldebroek. Ja, maar dan was ze soms een tijdje weg en dan had ik er 3 keer gebeld en nam ze niet op. En dan had ik maar Tinder gedownload en dan stuurde ik nog een keer een sms en ik belde nog een keer. Ik hoorde maar niks en dan zat ik jaren later met mijn nieuwe gezinnetje gezellig op de bank en dan stond ze wel voor de deur. Nou, dan krijg je wel een paniekaanval. Maar goed, het gaat niet om mij. Het gaat om jou. En ik als psycholoog heb een aantal oplossingen voor je. Leid jezelf af. Let op je ademhaling, want uiteindelijk gaat angst daardoor altijd weg. Wat je als allereerste gaat doen, is denken aan iemand die je heel leuk vindt. Hè? Zoals deze dame bijvoorbeeld. En dan trekt gewoon al het bloed trekt uit je brein. En daarmee is die paniekaanval ook meteen de deur uit. En als dat niet werkt en je raakt toch in paniek, adem dan gewoon even rustig in een boterhamzakje. Echt doen, hè? Maar deze sessie is natuurlijk niet compleet zonder een van mijn fucked up kaarten. En ik heb het gevoel dat dit een hele mooie is. Tuurlijk. Het examen is als een lever. Na veel drinken verdrink je langer als de patatzak op de hoek van de straat. Kop op de spijker. Hey, Rizanne, bedankt hè.